Hier klinkt de midwinterhoren nog. En ook de paasvuren zijn een jaarlijks festijn. Het is goed toeven in Berkelland, waar grote en kleinere woonkernen verspreid liggen in het gevarieerde en rijke natuurlandschap. Je komt er tot rust. Op de fiets, wandelend of peddelend in de kano op de Berkel. In de uitgestrekte bossen en veengebieden vind je bijzondere flora en fauna. Je zou er zomaar een ijsvogel of wielewaal kunnen spotten. En liefhebbers van exotische planten halen hun hart op in de cactusoase. Als cultuurliefhebber kun je niet om het stadje Ruurlo heen. De Sint-Willibrorduskerk en kasteel Ruurlo bepalen al sinds de 14e eeuw het gezicht van dit rustieke stadje. Het statige kasteel is jaarlijks het decor voor het druk bezochte kasteeltuinconcert, dat een bezoek zeker waard is. In de verfilming van De Zevensprong van Tonke Dracht spelen zowel Ruurlo als het kasteel een belangrijke rol. En dat is niet voor niets. Overal in de streek vind je de geschiedenis terug. In de museumboerderij De Lebbenbrugge in Borculo is het alsof de tijd heeft stilgestaan. Je stapt er zo het 19e eeuwse boerenleven binnen. De historische watermolens in Borculo en Eibergen herinneren aan de periode dat er rond de Berkel grote bedrijvigheid heerste. Ook in de handel speelde de rivier een belangrijke rol. In de 19e eeuw werden grote hoeveelheden goederen per zomp over de Berkel vervoerd. Tegenwoordig kun je op deze fluisterstille boten genieten van de historische verhalen van de schippers en van de rust en ruimte die Berkelland te bieden heeft.